Laat ik zo zeggen, in Canada werkt het dus niet. Ze zijn daar verder met hun kampen en met hun haatcampagnes en dat soort dingen. Mm. En mensen pikken het gewoon niet. Dus dat geeft mij wel hoop. Ja, zeker. Dat geeft mij hoop. En in Nederland gebeurt... wie zei dat ook? Was dat Heine? Die zei van, in Nederland gebeurt alles 50 jaar later of zo. Ja. Ik bedoel, nadat we ons hebben losgerukt van de tv en de bloggenootjes en de 5-uur-bol vrijdag. Als dat allemaal op een gegeven moment te veel verstoord wordt, dan willen we nog wel eens van de bank afkomen. Ja. Ik ben natuurlijk 5 jaar in Duitsland geweest. En ik na een jaar verbaas ik nog steeds over... gewoon hoe reclames eruit zien ook. Jij weet veel over reclames natuurlijk. Maar alles speelt zich op die bank af, hè? Ja. Dus reclame. Komt een moeder binnen, zet de boodschappen op de bank. Daar zit dan al een man op die bank. Alsof die daar al uren zit. Dat is dan een beetje de message. Ik heb de hele dag gewerkt. Dan kom ik thuis, zit er hier een man op die bank. Weet je, dat is echt het heel grappig. Mannen worden in Nederlandse reclames altijd een beetje... Die lopen altijd in de weg of zo. Ja, het zijn altijd sukkels die dingen kwijt zijn. Behalve donkere mannen, dat zijn altijd helden. Ja, ja. Of bevruchters. Ja, ja, bevruchters. Of bevruchters, ja. Of helden. Of slachtoffers. Ja. En blanken zijn altijd of vies... of ze menstrueren of zo, ze hebben wormen of whatever. Ja, voetschimmels of zo, ja. Voetschimmels, ja. Ik moest onlangs ook wel lachen, want er was dus echt een superleuke reclame... Met een blank meisje ineens. Ik dacht van, hoe kan dat toch? Het was voor Chiquita. Toen kon ze natuurlijk geen donker kindje voor nemen. Het kon er geen donker kindje met bananen nemen. Ja, ja. Het is om je gek te lachen, joh. Ja, het is om je gek te lachen. Ik zie bijna geen reclames, maar ik geloof iedereen die daarover vertelt. Het is één grote... Ja, ik zie het omdat ik YouTube kijk. Regenboogfamilies. Oh man, het is om... En ook gewoon 2 blanke ouders. En dan 1 met zo'n heel snoezig kindje met kroeshaar. Dat je echt denkt van, ja, maar wie is het dan vreemd gegaan, weet je wel? Maar dan zitten ze dus in die casting sessies van, shit, want zo praten ze dus, hè? Ja. Zo praten ze achter de schermen. Ja, we moeten nog een neger. Doe die maar. Of weet je, laten we dan die buurman, laten we daar dan maar een neger voor doen of zo. Ja. Dat gaat echt niet met liefde en zo. Hè? Dat is gewoon puur van, hebben we al een neger? Of moeten we niet een homo hebben of zo? Dat gaat echt niet van, daar wordt niet in geloofd. Dat is gewoon puur... formule denken. Hè? Ja, precies, en er zit ook niet een hele grotere ambitie achter natuurlijk, want je had toch ook onlangs de eerste alleen maar met donkere mensen gevulde cast van een serie, geloof ik. Want dat was ook weer met die pizzacouriers. Ja, ik heb het niet gezien. De pizzacouriers-serie, en die waren dan allemaal donker, zoals het dan heet, of van kleur. Denk ik van, doe dan een advocatenserie met mensen van kleur. Ja, trouwens, waarom moeten dat dan met je pizza zijn? En het is gewoon gelul, want je had vroeger Stanford and Sons. Mm. En je had, die zijn vingers niet thuis kon houden. Bill Cosby. Ja. En zo, ja, de eerste zwarte serie, My Ass. En in Engeland, of in Amerika heb je zoveel zwarte series. Het is inderdaad, er zit niet de belevenis achter van, we willen graag dat representatief is. Want dat is het natuurlijk op die manier ook niet.